Roos, wij zagen op Facebook dat jij een ontzettend mooi initiatief genomen hebt. Vertel daar eens iets over. Nou, vorig jaar met, uh, uh, rond de kersttijd uh, werkte ik in Zutphen als fysiotherapeut. En um, kwam ik erachter dat een aantal patiënten van mij helemaal alleen waren uh, tijdens de kerstdagen. Uh, voor de kerst waren er allemaal kerstetentjes waar ze wel naartoe gingen bij verschillende verenigingen en buurtscentra. Maar tijdens de kerstdagen waren ze alsnog alleen. En uh, toen heb ik tegen een vriendin gezegd, Esther Ardon: Het zou toch zo moeten zijn dat niemand alleen zou hoeven zijn met kerstmis. En dit jaar is het, uh, <laughs> komt het ervan. Ja. ja. En wat gaan jullie precies doen? Nou, tijdens de Haaksbergse beursvloer, uh, uh, een project van de Haaksbergse uitdaging, heeft Esther stiekem um, allemaal sponsors gevonden om uh, het kerstdiner uh, nou ja, te, te kunnen uh, realiseren. En uh, dat kreeg ik te horen een paar dagen nadat dat uh, allemaal bekokstelpt was. En uh, nu zijn we het aan het regelen. Meneer Julius, u bent ook uitgenodigd door uw buurvrouw voor het feest, hè? Ja, ja die is bij me geweest. En uh... Daar hebben we het over gehad, hè? ja inderdaad. En uw kinderen die wonen ver weg? Ja, de zoon die woont helemaal in Oostzaan, dus dat is een heel eind weg. Die kan niet zo gauw om de hoek kijken. Hè? En de dochter die woont in Enschede, dus uh, dat is makkelijker. Die kan nog wel eens even komen. Maar zo met de kerstdagen, dan vindt u het wel heel gezellig om zo'n etentje te hebben? Dat zou ik. Ja, natuurlijk. Dan heb je tenminste weer wat uh, mensen om je heen, hè? Nou, tweede kerstdag, rond uh, een uur of vier uh, gaan we starten. Dan um, uh, komen de mensen bij de Bonboys in de kantine die we dan als het goed is leuk aangekleed hebben. En um, er wordt gekookt. Uh, dat wordt allemaal uh, nou, gaan we samen eten met de mensen. We hebben nog uh, zijn bezig met wat uh, leuke. Um, nou ja, wat muziek en uh, iemand die misschien een kerstverhaal komt vertellen en, uh, en dan rond een uur of zeven uh, worden mensen weer naar huis gebracht. En wat voor soort mensen kunnen zich aanmelden of kunnen aangemeld worden? Nou, het is, weet je, mensen, niet iedereen die alleen is is eenzaam en uh, we, de we denken aan mensen die uh, eigenlijk niet liever of liever niet alleen zouden willen zijn met Kerst. En iedereen mag komen, maakt ook niet. We hebben ook niet bedacht dat het moeten ouderen zijn, want sommige jonge mensen kunnen ook heel eenzaam zijn. Dus, um... En zijn er kosten aan verbonden? Nee, alles is gesponsord. Dus uh, vanaf het eten tot en met het vervoer, eventueel als het nodig is, en mensen uh, hoeven alleen maar te komen. Tijdens de Haakse Beursvloer zijn, ben ik benaderd door, uh, door Esther. Uh, zij heeft het idee van uh, Roos verteld en uh, het leek ons leuk om daarin mee te doen. Ja, wij, wij hebben gekozen om het uh, om hoofdgerechten te sponsoren. Um, um, de locatie wordt beschikbaar gesteld door Bomboys. De Business Club van Bomboys, uh, Babs, die, die doet het voorgerecht. En Euverman uh, en Nuits uh, doet het, uh, het toetje, zeg maar. En het vervoer wordt geregeld door Bloesem. Die zal de mensen uh, gaan rijden op die dag. Dat is een geweldig resultaat van die beursvloer, ja. hè? Ja, klopt. Ja. Goed initiatief. En uh, de hele beursvloer is denk ik wel een uh, succes geweest. Ja. ja, maar ik zit natuurlijk ook wel in omdat mijn vrouw er niet meer is. Dat is. Dat probleem heb ik natuurlijk ook. Hè? Ja. Als je altijd samen was, dan vulde je de dag heel anders in. Ja. Je moet nauw afwachten wat er komt, wat er op je toe komt. Dus als er dan iets is, dan ben je blij dat er weer iets komt. Neem aan dat heel veel mensen zelf naar de bonboys kunnen komen, maar er zullen ook mensen zijn die dat niet kunnen. Ja, wij vinden dat het vervoer geen belemmering mag zijn. Uh, Sjoerd Simmering van, van de Bloesem zal op die dag ook beschikbaar uh, zijn om uh, mensen te rijden. Dus als mensen niet kunnen komen uit zichzelf, dan, uh, dan worden ze opgehaald. En uh, wat denk je, hoeveel mensen zouden er komen opdagen? Want als ik dit zo hoor, dan lijkt me dat heel aantrekkelijk. Nou, de, de eerste getallen was 15, maar ik denk dat we daar uh, dik overheen gaan. En dat het, uh, dat het een uh, gezellige uh, gezelschap wordt uh, de tweede kerstdag. Dat zeg je allemaal zo handig, maar wie gaat er koken? Ja, dat wordt uh, verzorgd door Boudewijn te koppelen van Live Cooking. En die zal zorgen dat het uh, culinaire gedeelte geregeld wordt. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Nou, het bericht is nu verspreid uh, op Facebook. En uh, daar staat ook mijn telefoonnummer en uh, mijn e-mailadres op. Uh, volgende week komt het in de krant en uh, nou ja, daar, zullen, daar, staat ook, daar zullen ook mijn gegevens bij staan. en um, Ik denk dat als mensen de weg toch niet kunnen vinden en die ervan, horen ervan of op een koffieochtend van, uh, vanuit de Noberpoort, dan uh, kunnen ze altijd via daar de vrijwilligers uh, zich aanmelden. Want die zijn ook op de hoogte weer door Ton Harmse en Nienke Schuppers van de Noberpoort. Hebben jullie al genoeg mensen die gewoon komen helpen? De tafel moet gedekt worden, er moet versierd worden. Nou, dat gaat. Het is ook heel grappig met het, het, het verspreiden van het bericht dat we dit gaan doen. Heb ik ook al zoveel meer aanmeldingen van mensen die zeggen, ik wil eigenlijk ook wel helpen. En ik vind het een heel mooi initiatief. En uh, wij zijn zelf al met een aantal, uh, nou ja, Frick Jan, die gaat ook helpen. Terwijl die eigenlijk alleen maar eerst zou sponsoren, maar die, uh, nou ja, dan word je een soort in meegenomen. En, um, dus nou op zich denk ik dat we aan heel eind komen met uh, mensen die uh, willen helpen die dag. Dit was al de zevende jaar in mei, we waren uh, 63 jaar samen, <laughs> moet nagaan, nou? ja. ja. zij was 88 toen ze is overleden ja. en ik was toen 90, dus uh, ja. ja. Zo gaande dingen hè? Zo gaat het. Zij dacht altijd dat zij langer zou leven dan ik. Omdat ik, ik had toch al veel problemen. Maar die heb ik allemaal overwonnen, blijkbaar. Huh? Ja. Dan zou ik tot slot willen vragen aan iedereen: uh, kijk eens rond in je omgeving. Um, of, je nog, of je nog mensen kent, buurman of buurvrouw, die uh, toch elk jaar alleen zitten met kerst en die misschien wel leuk zou vinden om uh, nu eens een tweede kerstdag niet alleen door te brengen. Um, je mag zo iemand vragen, want dat hoeft niet per se als verrassing te zijn. Want soms zijn die verrassingen nou wel spannend. Uh, maar dan zou je ze aan kunnen melden.